is in ieder geval bij mij heel dicht een brontosaurus. Ja, ik ben onderweg. Ik zie het wel. Ik heb de stream aangezet, dus. Je bent live nu? Ja. Anders kom ik niet uit met de tijd. Chucky. Oh, Hammerhead. Ja, die had ik nog niet eerder gezien. En dood. Nou, eens eventjes kijken. Tropical Island South. We spawn. Ik ben alles weer kwijt, zoals gewoon. Dit is een heel broer begin, want ik ben bijna dood. Ik leef net weer. Oeh, toppie, 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 toppie. Ah, level 25 pas. Zo, het is een iets andere intro dan ik in gedachten had, maar toch. Welkom bij de Ark Survival Evolved. We zitten op de Yggdrasil server. We spelen op de center. Ramstube en ikzelf. Welkom bij een nieuwe stream. We gaan volledig opnieuw beginnen op de map de center. Met nieuwe mods, andere speelstijl dan dat we normaal gewend zijn. Vandaag is Raid... bij mij, we gaan samen een tribe beginnen en we gaan zien hoe het gaat lopen. Ik heb een klein beetje vals gespeeld gisteren, want ik ben al level 11 of zo. Oh, je hebt gewoon gecheaterd. Level 12, kunnen aan. Nou, ja. Moet dus alleen eens even zien waar iedereen uithangt. Het volgende daarvan is wel weer, alles wat ik had... Ben ik ook weer kwijt. Ben ondertussen alweer zo vaak dood gegaan. Dus ja. In die zin beginnen we helemaal opnieuw op een ander level. Tot ha. Oh. Ah. Ben je ook dood? Nee, ik heb direct al een dillo hier plat op de grond liggen. Oh, is blij. Meestal brengen ze mij plat. Die. Nou, lekker begin. Cheers. Nou, moeten we elkaar eens even zien te vinden. Nou, ik ben bezig. Gelukkig is het eiland niet zo heel groot, maar... Om elkaar te vinden is hij best wel groot. Ik zie wel heel veel iron. Dat is het begin. Oh, dat is fijn. Ik zie dat niet. Ik zie een hele grote brontosaurus. Parasaur die opgejaagd wordt door een dillo. Bronto-ei, die laten we met rust, anders wordt hij kwaad. Zie je wel dillo's, maar... Nee. Waar precies op een eilandje bevind jij je? Want ik zat net bij de baas van die kerel en die zit in die mond van het eiland. Oh, ik zit echt op het strand. Ja, dat is een nadeel van die eiland. Het hele eiland is een strand met een berg erin. Oh. Ja, dat is dan niet echt een tip waar je wat aan hebt. Nee. Ik zie een witte drop. Helpt dat? Ik zal even kijken of ik... Ik zie wel een lichtblauwe. Ik zie wel een witte inderdaad, ja. Ik sta nu onder de obelisk. Oh, dat kunnen we ook doen. De blauwe, hè? Ja. Ik moet even zorgen dat ik hier leeg vanaf kom, want ik sta bovenop de berg. Kleine paardjes hier. Ik ga het ook gewoon proberen om daar te komen. Ik hoor wel allemaal beestjes achter mij. Volgens mij is dat niet zo'n heel erg goed idee. Ja, geen armor. Gewoon lekker in de onderbroek. Ja. Gezellig op de nudiste kamp in de Ark. Ja, ik zie een brontosaurus kop uitsteken. Oké, maar ik ben bijna bij de obelisk eronder dan. Oké, ik sta erbij. Ja, ik zie meerdere bronto's. Ik zie daar naast mij drie op een rij. Ja, dat schiet er ook niet op. Ik zie eentje met... Nou, ik heb een partij insect achter mij. En ik ben moe, dus ik kan niet rennen. En dood. Ik ken dat. Oké. Level 135.
Oh, dat doe ik beter dan mij. Ik word mensen aangevallen door die klote low levels en denk ik, jee, overleef! Bam! Komt er weer een ander beest aan. Doe net de laatste tikje. Ik zie hier wel een kopstoot ding beest van 130. Patchy. Ik zie een hele grote basis hier staan op een eiland met wat bootjes erbij. Ja, dat klopt. Volgens mij is deze van Rachel. Ik heb geen idee, maar... op mijn map kijken. Hij loopt de hele tijd op zijn... uit de kluit een gewassen T-Rex met haren. Hoe heet dat beest ook alweer? Jutti. Hier. Ik denk niet dat dat Rachel is. Ik zie nou wel een blauwe... drop. Daar was jij in de buurt, toch? Is dat bij de obelisk? Letterlijk vrolijk onder de blauwe obelisk. Ja, ik loop die kant op. Ik ben af en toe een beetje rennen. Ik heb niet zoveel stamina nog. Tribute Terminal. Access Inventory. Zit er nog wat leuks in? Ah. Ik ga er vanuit van niet dat die keurig netjes leeg is. Nee, er staat alleen maar Generate Sentai Medium Pothole. Meer staat er niet. La 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 la. Oeh, blauw drop. Voor mij. La 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 la. Even kijken, ik zie het platformpje. Voor mij zie ik jou staan. La 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 la. Ik ben aan het springen, joh. Ja, dan ben jij die ik zie. Ik ben level up, joh. Ja, ik zie jou. Oeh, nu dit. Kap op, take it, please. Dikke baard al. Wat voor dikke. Ja. Even kijken. Ik zal jou even inviten. Is zo lang alleen op dit eiland. Ik heb jou geïnvite hoor, in de tribe. Ik heb geaccepteerd als het goed is. Is zo. Als het goed is. We gaan eens even zien. Niet op. Ja, losse ja. Arian. Jij is er. Nou, jee. Dan moeten we maar eens beginnen met het begin. Zorg dat we een stukje gereedschap krijgen. Ja, doodgaan. Dat is in het begin vaak het geval. Oh, op mij is het altijd het geval. Ik hoef je niet meer moeite voor te doen, ik ben er expert in. Au, 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 jee, hout. Pickaxe. Had jij een pickaxe? Nee, ik ben de spulletjes aan het verzamelen zodat ik eentje kan maken. Ik heb nog... jij een extra? Ik heb nou nog een pickaxe. Oh, ik weet ook niet meer waar je bent. Dat weet ik ook niet. Oh, daar. Oh, ja. Als hem blijft. Kijk, dan hebben we in ieder geval iets om mee te rammen. Dan moeten we nou even flint hebben, dan kunnen wij een bel maken. Au, au. Nee, ik heb geen handen meer. En flint. Ik krijg gewoon stoom eruit. Ja, dat is irritant. Flint. Vaak moet je even 10.000 keer slaan, dan krijg ik ietsje flint. Had jij een pickaxe? Ja, die heb ik net voor jou gehad, ja. Of Hatchet. Hatchet? Axe? Whatever. Even kijken, eco, mods, weapons, primitive, melee. Moet ik eerst even aanleren, zo te zien. Een torch. Ik zal... Even kijken, oh donders, ik ben ook al 8 levels up. Nou, eerst maar zorgen dat we een klein beetje blijven leven. Oh ja, en dan ben je de schuld geven, hè. Dan zou ook 8 levels up zijn. Aha. Hé, hey, nog één, jee. Zo. Yep. Hatchet, kampvuurtje, speer. Zeer handig. Yep. Een soort kampvuurtje. Kleertjes, want het zal wel lekker koud wezen. Slaapzak. Kistje voor wat rommel. Ik weet niet, ik loop nog steeds in mijn naakte reet rond. Dus, ik heb nog niet koud in ieder geval, laat ik daar bouwen. Ja. Laat ik even een kampvuurtje maken. Ja, ik denk dat we even op zoek moeten naar een plekje om wat neer te zetten. Ja, dus nadeel van deze eiland, het zijn eilanden en één gebouw staat erop en je staat gelijk in render.
Dus je kan geen fuck meer bouwen. Dan wordt het even lastig. Dus we moeten even kijken naar een ander eiland, ja. Oké, ik sta nu even bij de blauwe obelisk. Maar als het goed is, moeten wij op level 1 al iets van een bootje kunnen maken. Bootje? Ja. Ik ga achter jou staan en als we doodgaan, dan ga ik als eerste. Haha. Bootje. Ik moet alleen even uitzoeken waar dat onder valt. Structures. Bootje. Nee. Boot. Nee. Leren misschien eerst nog. Even kijken. Boot station. Goed zo. Nee. Cortex. Ik heb geen idee. Ik zie geen bootje tussen staan. Ja, ik ben even aan het kijken hoe dat precies zit. Voor hetzelfde geld moeten we eerst iets van level 10 zijn. Ik weet het echt niet. Ik ben een level 12, dus dat zou valspelerieten zijn. Crafting table for Viking Empire. Kijk, dat klinkt leuk. Dat klopt. Oh, daar heb ik niks voor nodig. Ik moet alleen een beetje fiber plukken. Dan heb je best kans dat daar een bootje in zit. Even kijken. Nee, daar zit niks in. Tik, 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 tik. Oeps, uit. Fiber. Pink. Fiber pak je met je handen, jongen. Oh ja, is ook zo. Ja, het is allemaal gras wat zich niet laat oprapen. Ja, ik had al de hatchet al van de hatchet. Pickaxe in mijn klauwen genomen. Ik denk, nee, dat klopt niet. Oh, nee. Kijk, hier en daar staan wat plantjes. Oeh, witte paard. Ik kan wel even wat fiber uithalen. Ik heb nou 144. Ik wil zeggen, er komt behoorlijk wat uit zo'n plantje, niet? Nee, dat moet ook. Ik ben lui. En anders duurt het te lang. Ik ben ook alweer level up, zie ik. Dat gaat in rap tempo. Ik zie hele aparte dingetjes in de tekst staan. Over siemen en dergelijke. What the bloody freaking fuck? Blood, Engram Glowstick. En een taxidermy tool. Dat is ook wel leuk. Blair. Allemaal van die kleine kutbeesten achter me aan. Oh jee. Het is je weer hebben. Yeah. Zet je homo's. Bijna dood gewoon, hè. Kijk hoor. Dit is Jurassic Park niet, jongens. Bokken. Crafting. Daar zit hij ook niet onder. Nog meer crafting. Ik kijk, gevind. En dan moet je sparkpowder hebben. Ah. Op dit level. Aha. Dat is wel noten. Te doen hoor, met een mortar en pestel, hè? Dat klopt, die had ik, maar die ben ik ook weer kwijt. Nou, dan moeten we eens even kijken of we een speer kunnen maken. Dan moeten we eerst maar eens wat vermoorden. Ja, ik moet eerst maar zorgen dat ik zelf niet vermoord word. Ga je moeder pesten. Break when used. Oké. Okay. We ook nog een reusable versie daarvan. Ik weet ook niet of die mod hier zit van de reusables. Ja. Dus ziet Ladyhawk wel gelijk dat het niet altijd aan mij ligt dat ik alleen maar dood ga. Ik loop er gewoon la 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 la, word gelijk aanval. Learn from my mistakes. Of niet. Oh, wel één speer. Oh. Tiriw. En jullie al pleiten? Nee zeker. Oh, een raptor. Raptor, hè. Laten we die nou maar niet meteen gaan pesten. Nee. Ah.
Oh, en Jan, zomers weer. Wat, die rap toch? Nee. Die Jatosaurusvogel. Oh, die klote beest. Oh, en nou jat die mijn berries uit mijn inventory. Haat die beesten. Ja, ik heb ook echt een hekel aan. Wil ik even Spirosaurus maken? Moet ik eens even hout hebben. Pieter. Kom naar beneden, kleren ding. Kom naar beneden en sla je slag. Nou, als het is doorgaat, heb ik straks gewoon geen inventory meer. Nee, dat wil ik ook. Vervelend is, hij jat het, maar hij gooit niet altijd je spullen weer op de grond. Oh. Oh ja. Heb ik daar fuck like bij level 55 kompie aan. Hij is weer dood. Wat al? Auw. Drop your weapon. Waarom? Hier. Dan komen die kompies naar nooit een keertje alleen. Oh, je bent kompies aan het vervelen. Nee, ze zijn mij aan het vervelen. Ik probeer gewoon te overleven. Ja, ik probeer mijn speer weer te vinden, maar ik ben bang dat die echt weg is. Oh. Een raptor was er in ieder geval niet mee eens dat ik hier liep. Nee, ik zag het. Ja, ik heb 5 speren gemaakt, dus... Ook alleen jou nog zien te vinden. Nou. Ik zal eens even kijken of ik mezelf weer kan vinden. Dan heb ik in ieder geval mijn bijl en mijn pickaxe weer terug. Oh, kijk. Wow, ga weg, ja, raptor ding. Ah, kom op. Hey, ga je... Oh, dat is diezelfde. Nee, je zou toch zeggen, als die één dikke eet, dat die dan een keer vol zit. Maar ik ben al 2 keer opgevreten. Ja, misschien zit hij op dieet. Dat hij extra wil eten. Winterslaapje misschien? Hey, Michiel. Hartstikke leuk dat je er ook bent. Ja, het spelletje ziet er inderdaad strak uit. Is dat een Michiel die ik denk dat het is? Ja, je kent hem. Oké. Dag Michiel, lang geleden. Uurtje of 2. Die raptor heeft nog steeds geen genoeg van mij. Krenger rent weer achter, man. Hij houdt gewoon van je. Knuffel hem, knuffel hem. Oké. Weet jij ongeveer waar jij bent? Ja, dood. Okay. Of bedoelde je dat stukje niet? Laat ik de vraag anders stellen. Weet jij ongeveer waar je dood bent gegaan? Welke locatie? Ja, hier. Ja, beetje lastig. Maar ik wil even snel het nakijken, want ik ben ook VIP-member. Dynamite. Ja. Boot. Box. Kom op, dildo. Ga nou weg. Dildo. Niet kwijlen. Oh, 2, tuurlijk. Is dit nou echt zo dat alles wat ik normaal gesproken heb, dat jij dat nu hebt? Hoe bedoel je? Nou, ik leef al langer dan 5 minuten. En dat is voor mij een, moet ik het eigenlijk zeggen, een record. Letterlijk vroeg ik een levensrecord op dit level dat ik al langer leef dan 5 minuten. En nu ga jij onder 5 seconden dood. Dat is normaal gesproken bij mij zo. Dat klopt. En ik doe er normaal gesproken geen moeite voor. Kom hier, kom hier. Nee, we gaan niet vluchten. Kom op. Run away. Ja, die eikel wil direct wegrennen. Maar hij verzuipt nu lekker in het water. Payback. Slis even al mijn lijkjes een beetje opruimen. Oh, weer eentje te kwijlen. Payback is a bitch. Kom hier, kom. Hop. Ipolo, kom naar me. Oh, je vlucht ook. Niks ervan. Je bent gevecht begonnen en dan zullen we het afmaken ook. Slaap, en verzuipen.
Sleepy. Nou, dan ga ik alsnog een keer proberen of ik mijn lootbox open krijg. Required level is 200. Ah! Oké. Okay. No! Ik sta nog steeds bij de blauwe obelisk dingbeest. In de buurt tenminste. En nu zie ik heel veel van die tweedehands gekopen achterbakse vliegende kutmieren. En ik ben gepoisoned. Ja, hebben we een vogel. Nou, moet de kreng weer een naam hebben. Ook als iets leuks. Birdie. Nee, gewoon standaard kip. Vlieg, ding, beest. Oeh, ik heb chitten. Jee. Even kijken. Gaan we stuk. Doe maar. Duurt te lang. Oh, ik moet zo lang slaan dat ik zelf in een slaap val. Is jammer. Hoppata. Ja, pauze. Ik heb een Forny Dragon en een Aegis. Oftewel, een paardje. Wat is dat? Wie van de wat nou? Wie van de wat nou? Dat komt omdat ik VIP-status heb en dan krijgen we iedere zondag een lootbox. Had je niet iets nuttigs kunnen wensen? Een Tyrannosaurus Rex of zo? Level 3000. Ja, die heb ik ook wel, maar ja, dat is nog niet echt aan de orde om daar nu al mee rond te stampen. Ah, jawel, schiet hem eens een beetje op. Kijk maar ja, voor alle bam! Zo, 6 ton op je nek, woppa! Moet eerst even van die raptor eigenlijk even af. Kom eens hier, jij. Ja, als jij 3000 T-Rex gebruikt, dan ben je er zo vanaf. Voor het geval dat, dit is geen subtiele hint of valse spelen. Dit is gewoon omdat het kan. En dit is gewoon omdat het kan. Oh, noem je dat zo? Ja. Ja, als je het hebt, dan moet je ook misbruik van maken, zeggen ze altijd. Ik zal eerst eens even al die groene beams even opruimen van waar ik allemaal dood ben. Evil monkey. Even kijken hoor. Kunnen we iets van een soul gun maken? Of... Hoe kan het? Dat kunnen we rustig even vergeten nog. Waarom vallen beesten mij aan voor 85 miljard kilometer hier vandaan? Waarom? Waar slaat het op? Tel mij dat. Kom je nog gewoon aangewacht, er komen drie van die bij Thomas Hubblebep drone soldiers aangehuppeld. Ik zie hun niet eens, dat toch zien zij mij. How doubt je dat? Er loopt hier ook een moddervette kalkoen. Turkey. Een kip is het zelf. Het is helemaal geen kalkoen, het is een kip. Oeh, kippie. Chicken tonight. Raptor! Ah! Je wordt kill bij een raptor, level 85. En dat is niet aardig. Had jij toevallig ook een raptor level 85? Ja! Ja, kan best wel dezelfde zijn. Nou, waar was ik? Waar was ik? Oké. Okay. Lijkje. Waar is mijn lijkje? 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 Waar is mijn lijkje?
Kijkje. Ik zie mijn lijkje niet, joh. Oh jee. Nou moet je moeder gaan pesten, tweedehands gekopen kutdildo. Het is gelijk een... Zo fout, hè? Het is gelijk een 18 plus 3. Ik zie gewoon een level 90 dildo mij aan te vallen hier. Dat is toch niet aardig? Nee, nee. Dat kan echt. Nou, opnieuw. Waar is mijn lijkje? 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 55 carry weight. Ah, dat is niet onaardig. Ik kan in ieder geval een beetje met rommels sjouwen. Ja, nou moesten we alleen nog even een plekje hebben. Om even een klein huisje neer te zetten. Gewoon een of ander kubus dingetje of zo. Moet je zorgen dat ik maar twee lijkjes terugkrijg. Dit is nummer 1. Met gelijk zo'n dildo die in je nek loopt te hijgen. Letterlijk. Waar is Tiada? Ik heb geen idee waar ik ligt trouwens. Ook weer opnieuw gaan farmen. Ga ik alleen maar geen zin in. Even kijken. Monkey! Monkey, monkey, monkey. Huh? Kill a monkey from hell. Volgens mij is dit ook wel een redelijk grote map. Ja, de eilanden zijn dat niet, dus... Nee, maar gewoon in totaal. Volgens mij is het wel een redelijke map. Hey, creepy carpet. Oh ja, tuurlijk. Dan gaat die klote raptor gaat rondjes lopen om mijn lichaam heen. En hij ziet mij lopen op 30 kilometer afstand. Klootzak. Ivo, Ivo Raptor. En dan loop je regelrecht in die vliegende dingbeesten, uiteraard. En de dildo staat naast. Mooi spel hoor, ik kan het je echt aanraden. Kijk wel even goed naar de systeemeis, want het is geen licht spelletje. Ah. Ben je op een steen dood gegaan? Nee, een raptor. Ik wil graag 2 minuten stil te houden voor mijn lijkje. Viking Village skin? Sst, 2 minuten. Snaf Elmers. Oh? Nou, poging 375 miljard, 1375 miljard, miljoen doe je. Ja, ik ben het ook bij. Nu al. Waar was ik? Oh ja, tussen de raptor en die andere beesten en die andere beesten en die andere beesten. Zo'n tasje laten liggen. Die speler heeft nog 1 uur en 45 minuten de tijd om zijn rommel op te halen. Dus ja, dan is het wel fijn als het er nog ligt. Ik ben bezig. Ja, ik ben even... een rondje aan het lopen. Ik moet eigenlijk even weten waar jij uithangt. Ik ben dood aan het wezen. Ja, waar ongeveer? Dan ben je ook graag dood. Nee, ik wou je even ophalen. Dan gaan we even een klein stukje aan de wandel. Ongeveer 50, 80. Ja, daar dat ligt... is wel een heel ruim begrip. En daar ligt mijn lijk en die wordt bewaakt door een raptor, een dillo en van die vliegende termieten dingbeesten. Alles loopt om mijn lijk heen. Nou, we gaan eens proberen om te zien of we jou kunnen zien. Ik wil eerst mijn spulletjes terugkrijgen. Als ik die terug heb, dan probeer ik wel weg te rennen. En ik heb nou 1, 2, 3... Is dat gewoon weer direct onder de blauwe obelisk? Oh, het scheelt niet veel, nee.